Er is nog veel onduidelijkheid over het lot van Van Moof. De e-bike-fabrikant verkeert in de financiële problemen en heeft uitstel van betaling gekregen. Garageketen QuickFit laat inmiddels weten geen garantiereparaties uit te voeren voor Van Moof. Nou, Broekhoff is hier van BNR Mobility. Nou, ja. We hebben het er gisteren ook al over gehad, maar er is een en ander veranderd. Toen zei het nog 5 voor 12, maar toen bleek het al 1 over 12 te zijn. Ja, met alle gevolgen van dien. Laten we beginnen bij het laatste nieuws. QuickFit zegt garantiereparaties, dat gaan we voorlopig niet doen. Heb je daar begrip voor? Ja, want kijk, Van Moof moet uiteraard betalen voor die reparaties die dan bij QuickFit worden uitgevoerd. En ja, dat kunnen ze op dit moment niet. En QuickFit is geen vrijwilligersinstelling. Dus ik snap wel dat ze dat niet gaan doen dan. Maar mocht je wel je Van Moof bij QuickFit willen brengen om te repareren, dan kan dat natuurlijk. Maar dan moet je hem wel gewoon zelf betalen. En QuickFit zelf zegt dat ze de gereedschappen hebben, dat ze onderdelen nog wel hebben en dat er ook kennis is om die e-bikes te repareren. Maar ja, de vraag is wel voor hoe lang. Want het wordt al aardig druk, ook bij die vestigingen. Het zijn er niet heel erg veel, maar een paar in Nederland. Volgens mij in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Dus er komt ook druk dadelijk op het aantal onderdelen. Want die onderdelen werden vaak door Van Moof zelf gemaakt. Ja, hoe lang is die aanwas nog? Dus dat wordt wel een probleem ook. Dan naar de juridische weg die inmiddels wordt bewandeld. De rechter heeft bewindvoerders aangesteld, zoals dat gaat bij surseance. Wat weten we daar inmiddels over? Nou, via rechtspraak.nl is bekend geworden dat in ieder geval één van de bewindsvoerders Jan Padberg is. Een ervaren curator, ook bij jou in de podcast geweest. Ja, onder curatoren geweest. Entertainment Group, het bedrijf van Marco Borsato. Ja, wikkelde dat faillissement af. Dat is alweer een paar jaar geleden, volgens mij. Maar ja, hij is dus een zeer ervaren man. En een woordvoerder van die curatoren zegt dat ze nog niet echt van start zijn gegaan. Dat ze nog even zich moeten inlezen en dat er dan pas meer duidelijkheid komt. Ja, inlezen, dat begrijp ik. Ondertussen tikt de klok. 5 voor 12 was het gisteren. Wel door. Er is nu een afkoelingsperiode van 2 maanden. Wat zijn de opties nog voor Van Moof? Ja, ik denk grofweg 2 opties. De eerste is toch nog een nieuwe investeerder vinden. Hoewel dat de afgelopen weken dus al geprobeerd is, maar dat niet gelukt is. Waardoor surseance van betaling is aangevraagd. In die eerste optie zit ook nog een overname door een andere partij. Je hebt grote fietspartijen in Nederland die mogelijk interesse zouden kunnen hebben in het merk van Moof. Wat je dan wel krijgt is, wie gaat de schulden eerst aflossen? Maar het merk, dan gaat het dus niet alleen maar over de naamvoering, dan gaat het ook over alle fietsen die op de markt worden gebracht met alle gebreken. Ja. Ja, dat zit eraan vast, aan het merk. Dus ja, dat kun je niet zomaar uitschakelen. Dus ik weet niet of die partijen als een soort pinpas gebruikt willen worden. Toch weer het voorbeeld bij Lightyear. VDL heeft gesproken destijds met Lightyear, maar die hadden zoveel schuld dat VDL zei, ja, wij gaan dat niet eerst aflossen om er dan nog iets mee te gaan doen. En dat begrijp ik dan ook wel weer. Tweede optie is een faillissement, waar we natuurlijk ook al dicht tegenaan zitten. En dan is het, ja, je wonderlijke kijken naar een doorstart en dan in een soort van afgeslankte vorm verder. Hopen dat er toch weer investeerders komen om dat te financieren. Dit zijn eigenlijk grofweg de 2 à 3 opties die ik zie. Wat betekent het ondertussen allemaal voor de klanten van Van Moof? Ja, onzekerheid, denk ik. Ja, nee, kijk, ik heb hier ook een paar mensen bij BNR werken die hun fiets daar hebben staan op dit moment en zeggen, wat kan ik ervan verwachten, Nout? Ja, ik durf het je niet te zeggen, omdat ik vanmoof.com ook probeer te raadplegen, maar daar staat gewoon geen informatie. Niet eens dat ze in surseance zijn. Art Royakker zoekt zekerheid, Nout. Dat moet je hem bieden. Ja, nou ja, ik vind het communicatief zeer, zeer teleurstellend. Eigenlijk gewoon slecht. Wat kun je verwachten? Ik lees wat berichten, maar ik weet niet of dat dus echt zo is. Als je geld terug wilt krijgen, dan word je waarschijnlijk, als het failliet gaat, een van de schuldeisers, maar dan sta je zeker niet vooraan. Hè? Eerst komt de Belastingdienst, et cetera. Als je je fiets ter reparatie bij Van Moof hebt staan, dan blijft die gewoon wel van jou, als je daar bewijs van hebt uiteraard. Maar wanneer je hem dan terugkrijgt, geen idee. Dus dat is even de vraag. Maar dit is grofweg wat ik terug kan vinden
online wat hiermee kan gaan gebeuren. Maar neem het niet als waarheid aan, want ik weet het niet zeker. Eén wolk mist. Houd Broekhoff, toch dank voor alle toelichting die je desondanks gegeven hebt van BNR Mobility. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.